In die zin zou ik dan ook de vraag van jou, Rachid, ik denk dat ze persoonlijk gesteld is of misschien namens de groep uit oppositie, mij om het even. Maar je vraagt weer aan het gemeentebestuur iets te doen, zonder zelf te zeggen of te vragen, en wat gaan wij hier zelf aan doen? Vandaar deze oproep. Wees niet ontmoedigd als dat punt hier zelfs misschien wordt afgekeurd, maar bijvoorbeeld in toekomstige publicaties, we weten dat je soms toch ook wel richt tot anderstalige inwoners in uw publicaties, motiveer hen, net zoals wij dat doen, motiveer anderstaligen in Dilbeek om zo snel als mogelijk het Nederlands aan te leren of bij te schaven en te oefenen. En dan is er één tip, de techniek om toe te passen die de beste taal-app ongetwijfeld overstijgt. Overtuig hen, spreek en oefen in Dilbeek zoveel mogelijk je Nederlands. Doe dat tijdens de ochtendbabbel met je buren, nadien in de winkel of op de markt, langs de lijn van het voetbalveld, aan de schoolpoort en misschien 's avonds op een terrasje op het gemeenteplein. Kies dat maar, kies maar uit. Spreek Nederlands tegen uw onmiddellijke buren. Vlaamse Dilbekenaren zullen je ongetwijfeld met veel plezier en bovendien gratis helpen. Want één boodschap, en die moet duidelijk zijn, de Nederlandse taal verbindt ons hier in Dilbeek allemaal. Wij zetten dit verder hier zoals we dat nu doen. En nogmaals, de taal-app zou daarbij enkel maar overbodig zijn. Maar we rekenen ook op uw medewerking, want u hebt er blijkbaar belang in. Dank u wel.